Welkom bij deze Aquarium Session. We hebben weer heel veel lol hier achter de schermen, want er wordt heel veel onzin gepraat. En daar hou ik ook van. En de band hier ook volgens mij, want de sfeer zit er goed in. De hardste Aquarium Session tot nu toe volgens mij. Ik liep net van de mensen die het gebied rond de Q-Factory kennen. Ik liep bij de Xenos en daar waren de drums nog oorverdovend. Dus de buurt kon goed meegenieten. Dus dank jullie wel. Hey, even heel kort, van links naar rechts. We zitten hier met de Subterranean Street Society. Kunnen jullie jezelf even heel kort voorstellen wie je bent en wat je doet in de band? Ik ben Ivo Schot en ik speel de bas en ook een beetje gitaar. En ik zing backings en ik produceer de muziek ook. Ik ben Louis en ik ben de leadzanger en ik speel gitaar en schrijf de liedjes, ja, denk ik, ja. Ik ben Joost Koevoets en ik ben drummer en ik speel ook een beetje bassint en een beetje handpercussie en ik doe ook backing vocals en ik schrijf mee met de liedjes. Fantastisch, ja. Jullie hoort ook al dat Louis' accent niet helemaal Nederlands is. We hebben te maken met iemand uit Denemarken die het echt goed vond om vandaag het interview in het Nederlands te doen. Ja. We hebben gezegd, als je het antwoord niet helemaal in het Nederlands weet te geven. Dan ga ik los in Argentiens. In het Argentijns, ja. Ja. Wij spreken vanwege maximaal allemaal Argentijns in Nederland. Dus dat is prima. Dat is waarom. De nieuwe plaat komt uit. Jullie hebben vandaag al een paar nieuwe singles gespeeld. De plaat komt uit in maart. Kan je iets vertellen over de thema? De eerste plaat ging echt heel specifiek over de 12-stappenplan van alcoholgebruik. Ja. De tweede plaat ging over de liefde. Ja. En nu is het weer een beetje de andere kant op gegaan. Ja, de liefde is goed. Nu dan moet je iets anders over iets anders doen. Ja. Precies. Ja. I'm gonna do it in English right away. Because I burned my brain by singing these songs. Yeah. So, the new record is indeed a lot about society, criticism of all kinds. Anything from, I guess, some form of freedom of speech to smartphones and technology and AI and things like that, I guess. Am I forgetting anything? You wrote the lyrics, so sure. You should be. Yeah, but I can't remember all of them right now. No, but something like that. I think it's something like that. I think maybe one thing to add, it's the idea that we have the song called Bleep, and Bleep is about censoring, and I think you're kind of playing with the idea when censorship, what's the limit of censorship? I think you're talking a lot about that as well. That seems to be. Well, your record won't be censored here because you're playing the songs here. Sure. Of course, you started as a busker. Has it anything to do with the subject of the song? Like, if you are a busker, you're on the streets, you're singing, you're trying to reach the public. Is it something you really want to do? Be in touch with your audience and get a message out? I don't know. No, I think it's got more to do with me and how I grew up. And in my family, maybe there's some rebels. And I got sort of that fed very early on, this kind of questioning things. To the limit, whatever the limit is. And, it comes more from just my own personal view on the world, I think, and how it's going. Sound-wise, will the record be completely different than the earlier records? Or did you have like found a new sound? Or is it like like the third in a row? How do you? Maybe you want to say something about that? Can we Dutch or English? What do you want? Nederlands. Nederlands, gewoon Nederlands. Ik denk dat we op een bepaalde manier dichter bij 12 Steps staan. In de COVID-periode hebben we Saudages opgenomen waar je het over had. En dat was heel erg theatraal en gelaagd met strijkers, blazers. Maar dat kwam ook heel erg omdat we op afstand gingen werken. En dit album hebben we echt met z'n drieën geschreven. Ook live opgenomen, zelfs op tape. En het kwam gewoon heel erg voort. Dus muzikaal kwam het allemaal heel erg voort uit het verlangen dat we gewoon super graag met z'n drieën live wouden optreden. En gewoon een explosieve set wouden. Gewoon 3 kwartier knallen. En dat hadden we zo gemist. Dus vanuit dat oogpunt hebben we ook echt de muziek geschreven. Dus het is 12 Steps, maar dan on steroids, zou ik zeggen. Ja, precies. En natuurlijk vaak is het ook allemaal weer een reactie op de vorige. Als je het gedaan hebt, dan wil je het juist dan wil je het tegenovergestelde. We hadden heel gelaagd en heel erg lange nummers. En we vonden dat heel tof, maar op den duur. Nou, het was vooral na COVID. Het album kwam net uit als COVID voorbij. En overal waren feestjes. En wij hadden een soort heel dramatisch, melancholisch album. En we hadden gewoon zin om gas te geven. Ja, precies. Dat is hoe het liep. Nu aan het worden, Ivo. Ik heb jou natuurlijk voor de bassist ooit gesproken. Ja. Waar ik ook van ben, wij doen dit natuurlijk voor Music Maker, de bassist, gitarist, slagwerkkant. Voor alle bladen en de bassist. Jij maakt heel veel geluiden met je bas, met je gitaar en jouw pedalenbord formaat vliegtuigschip. Ja.
normaal Amerikaans vliegtuig. Inderdaad, die hele grote. Normaal gesproken maak jij echt geluiden voor de plaat en probeert het live te recreëren. Heb je nu ook met opnamesmiddel je live geluiden gebruikt? Of is het... Nou, dit is eigenlijk, want dit is natuurlijk ook een project dat jarenlang gegroeid is en heel erg geïntegreerd is geraakt in hoe de band werkt. Dus dit is eigenlijk het eerste album waar dit album is ook met dit bord geschreven en ook met dit bord opgenomen. Dus nu valt dat echt heel erg samen bij dit album. Ja. Want we hebben het live opgenomen en eigenlijk in essentie speel ik gewoon twee signalen. Dus ik heb een gitaarsignaal en een bassignaal en dat loopt simultaan. En daar gaan dan weer verschillende pedalen overheen en verschillende mot-effecten. Maar voorheen is het ook heel veel gebeurd dat het juist in de studio meer geschreven werd en dat ik het dan later moest recreëren. Ja. Wat echt lekker aan het album is dat we het zo live hebben geschreven, waardoor het een soort van één op één overzetbaar was. Ja, precies. Live klinkt echt zoals de plaat klinkt en andersom. Ja, ja, met uitzondering van een paar dubjes hier en daar natuurlijk productionele keuzes, maar over het algemeen wel, ja. 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 Louis, jij is natuurlijk bekend om je resonator gitaar. Ja. Antwoorden mag weer in Engels natuurlijk. Ja. Waarom een resonator? En wat is daar bijzonder aan? Is dat... That comes from street music actually. So that it was at some point my voice when I was playing on the street was so much louder than my guitar, acoustic guitar, that I needed an instrument that could play up to my voice basically. Yeah. And then I really liked the sound of this. Yeah. This thing's weird sound. I thought it was great. Yeah. Now it became an integral part of the band sound. Yeah. Yeah. Yeah, I couldn't afford any other guitars at some point, so it had to be the one. Yeah. Well, you have some cool other guitars now. Yes, I have a few other guitars now. Yeah. No, but I really like the sound, and I really like the. I play more like aggressive chords. It's usually most people when I have this guitar say, "Oh, do you play slide?" And I'm like, "Ah, sometimes, you know," but mostly I kind of just like the treble-y sound it has. Yeah. It has a very kind of aggressive sound. Yeah, I guess a natural distortion a little bit. Natural distortion, yeah, absolutely. Hard. And I think it fits my voice very well. Cool, yeah. Of course, when you have how do you say it? A thin voice, you can need a big guitar. And when you have a big voice, you can use a different guitar. Yeah. Joost, we schakelen even Engels en Nederlands weer terug. Ja, joh, helemaal goed. Helemaal goed. Kunnen we allemaal, een klein beetje. Limburgs inderdaad. Jij bent hier drummer, je zingt ook. Maar op een bepaald moment ben je inderdaad met links bas aan het spelen. Ja. Als Ivo Meer de gitaarpartij pakt. Ja. En dan stop je ermee en dan pak je opeens een stok vast. Met de andere hand komt er een shaker of iets ergens ja, in. Klopt. Ja. Hoeveel hersenhelften heb je? En, elke dag ontstaat er weer iets nieuws, heb ik het gevoel. Precies. Nee, ja, dat is eigenlijk ook een beetje ontstaan. Het ontstond eigenlijk bij de vorige plaat. Bij Saudage, omdat we toen een hele hoop hadden gemaakt van oké, we willen gewoon dit op de plaat hebben en we kijken wel, als we ooit weer live mogen spelen, dan kijken we wel hoe we dat gaan doen. En toen is dat een beetje geboren van, ja Joost, je speelt hier eigenlijk heel weinig drums bij dit stukje, kun je niet een beetje synth erbij doen? Dacht ik, oké, prima, ik probeer het wel. En kun je dan niet ook daar een shake? Ja, oké, probeer dan ook wel een shakertje. En zo is dat ontwikkeld. En eigenlijk was het bij deze nieuwe plaat was het zo dat we met die informatie ook de repetitieruimte ingingen. Dus het was ook heel erg van, oké, we willen, wat Ivo zei, we willen heel graag als band dit schrijven, als band dit maken. Maar we hebben ook extra tools. We hoeven niet te klinken alsof we met z'n drieën zijn. En Ivo, wat hij net heeft uitgelegd, hij bi-ampt en hij speelt af en toe juist ook gitaar. En daardoor, we hadden de optie dat ik af en toe de baspartij over kan nemen. En het is natuurlijk met zo'n grote stem en zo'n vooraanstaande gitaristische bassist, laat ik het zo zeggen. Dan zit je er een beetje mee dat je als drummer tegelijkertijd hen niet in de weg wil zitten. Maar ook weer een hele hoop toe kan voegen in andere dingetjes. En al die dingetjes, die ben ik een beetje aan het onderzoeken nu. En dat hebben we onderzocht met deze plaat. En ja, superleuk. Ik vind het heel gaaf. En heb je het proces van steeds gaande is? Dat je misschien per optreden ook weer dingen ietsje veranderen? Of, wat ik had gemerkt. Want we hebben een nummer dat we net ook hebben gespeeld. Stray Dog hadden we dan opgenomen. Daar hadden we wel een shakertje over gedubt. En toen hebben we dat bij de repetitie heb ik die een beetje laten zitten. En toen landde het nummer al bij de gigs die we hebben gespeeld, toen dacht ik, ja, ik ga toch dat shakertje er weer bij pakken. Volgens mij lukt dat wel. En zo probeer ik die plaat ook echt wel zo letterlijk mogelijk, of ja, niet letterlijk, maar gewoon zo goed mogelijk wel na te spelen. Ja, zeg maar. Op een gegeven moment wordt spelen een tweede natuur, dus een nummer niet nieuw meer en dan kan je wat makkelijker, heb je wat meer vrijheid. Ja, en op een gegeven moment worden al die hersenhelften, zeg maar, daar hoef ik niet meer over na te denken. Dus nee, dan,
ja, dan speel ik alles en dan heb ik weer ruimte om iets nieuws erbij te doen of zo. Ja. Ja. Er zit een klein beetje tijd tussen het opnemen en het uitbrengen van deze video's. Jullie zijn nu midden in de popronde. De optredens die jullie gehad hebben, hoe zijn die? Hoe gaan die? Popronde. Improviseren. Lotterij. Ja. Nee, maar het is allereerst, het is heel leuk. Want popronde is natuurlijk een echt een top platform om te spelen. Want we spelen denk ik meer dan 20 keer. Dat is echt te gek. Maar we zijn ook een band die wat langer meedraait. En we doen het voor de tweede keer. En dus ja, weet je wel, je speelt soms. We stonden laatst bijna tegen middernacht aan in een tent waar mensen ook aan het show de boelen zijn. Oh ja. Tegelijk. Dus dat is ook een uitdaging. Ja. Maar dat is ook popronde. Maar wat je wel merkt, wat heel fijn aan is. Kijk, wij gaan een clubtour doen in maart. En het is gewoon heel fijn om het hele land door te gaan. En mensen laten horen wat we doen. En tegelijkertijd zelf echt. Oefenen. Die songs, ja, oefenen, maar ook gewoon samenspelen. We waren zo hongerig om te spelen. En je kan in Nederland, is gewoon best wel lastig als alternatieve band om zoveel shows te spelen. Waar anders dan de popronde? Ja, en natuurlijk win je nieuwe fans. Maar ik merk ook, ik heb zelf gemerkt aan de popronde, dat je een soort van routine krijgt. Niet een routine die te makkelijk is, maar een soort van routine dat als er iets fout gaat, dat de ander meteen oppikt. Een soort van goede routine. Van. Je wordt een troubleshoot held. Ja, precies. Ja, ja. Om een oplossing te vinden. Ja, dat is een heel mooie popronde. Zeker als voorbereiding op een clubtour. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, en wat we ook nog niet weten natuurlijk, is jullie zitten nu ook nog midden in het Amsterdamse popreistraject. Dat klopt. Dat zal ongetwijfeld bekend zijn ongeveer als dit online. Ja, 18 november is de finale. Dus mogen we de finale halen, dan is dat dan. Want we moeten nu eerst al een halve finale doen. Dan doen we gewoon nu alvast eventjes twee verschillende eindes. Gefeliciteerd, jongens. Dankjewel. Jammer, jongens. Jammer. We hebben ze altijd gehad. Ja. Ik heb alle vertrouwen sowieso. Dat is fijn. Ja. De clubtour, wat gaat er gebeuren? Is er al iets bekend van optredens, zalen? Ja, zeker. De albumrelease is in Paradiso. Dat is op 30 maart. Ja. En we spelen nog vier shows waarvan ik de data nu niet uit mijn hoofd weet. Maar ik weet wel dat het Paard, Merlijn, dus Paard in Den Haag, Merlijn in Nijmegen. Oosterpoort in Groningen, Spot is dat dan. En de Willem II in Den Bosch. Staan nu sowieso al. Dus dat is de clubtour tot zover. Ja, en natuurlijk even de website in de gaten houden. Social media in de gaten houden voor meer data. En meer. Ja, het voordeel van de band namens Subterranean Street Society... is dat als je hem googelt en je lukt om het te typen... dan vind je altijd ons. Ja, en dat is dan met twee R en één N of één R of twee N. Maar dat vinden de mensen wel allemaal. Joost, met al je hersenhelften. Met de nieuwe AI. Dat is een goede vraag. Heel veel R'en, heel veel E's en heel veel S'en. Ja, en dan in de goede volgorde. Ja, good luck. Ja. Hey, de plaat is nog niet eens uit. De clubtour komt nog. Maar what's next? Zijn jullie altijd bezig met schrijven? Zijn jullie altijd bezig met ontwikkelingen? Of zeg je van, goh, we zitten nu even helemaal volledig op het spelen en de album release? Voor nu, ik ben altijd een beetje bezig met liedjes. Ik heb altijd iets, een soort project, conceptuele project. Maar het is een soort in een soort slaapkamer moment, you know. Ik doe het, is een soort en ook misschien iets anders. Ik weet het niet. Ja. Wij hebben nog niks gehoord van hem. Komt wel. Ja. Dit is de eerste keer dat wij ervan horen. Dus nice. Oh, yeah, you don't ask, you know. You don't ask. Komt vast. Volgens mij gaan jullie opruimen. Wij gaan die eruit opnieuw vastkitten. Want die zijn een beetje aan de sponningen getrild hier. Ik zeg, dat was de laatste aquarium session ooit. Ooit, goed. Bedankt daarvoor. Dat super lekker. Dankjewel. Succes, jongens. Bedankt. Ja, dankjewel, Chris.